Als vijfde partij in de peilingen krijgt Caroline van der Plas lang niet altijd de mogelijkheid om mee te doen aan de debatten op televisie, maar ze zat wel zondagavond wel in die van College Tour. Daar was ze echter behoorlijk zwijgzaam en dat zorgde voor verbazing bij critici, omdat de verkiezingen er toch echt bijna aankomen. Caroline zelf verdedigt haar tv-optreden in de show van Twan Huis. Wat vond ik er nou zelf van? Terugdenkend, ik heb weinig gezegd, maar wat ik zei was raak, dus ik ben daar tevreden mee. Les is more, zegt ze in een filmpje op X. Ze deed het in elk geval beter dan de grote linkse leider, vindt ze. Frans Timmermans, geen kennis van zaken over kernenergie, weet niet wat de rentepercentages zijn van de studieschuld en hij begon op een gegeven moment te schreeuwen. Dat vond ik echt niet goed. Telegraafpresentator Pim C.D. vraagt Caroline in een ander filmpje op X naar hetzelfde debat. Als je het aantal spreekminuten bekijkt, dan kwam je eigenlijk best weinig aan het woord. Caroline beaamt, ja. Ten eerste komt het omdat er bijna geen vragen werden gesteld aan mij. Eentje. Ik had wel graag een paar dingen willen zeggen over een paar onderwerpen, maar ik hou er niet van om er doorheen te gaan blaren. Dat gebeurt in debatten heel vaak. Dan gaan mensen door elkaar heen schreeuwen en punten maken. Dat deed Frans Timmermans dus ook, al dus Caroline. Die begon helemaal zijn stem te verheffen op een gegeven moment. Ja, ik hou daar gewoon niet van. Dan denk ik, ik laat het maar even aan me voorbij gaan, want anders ga ik daar echt zo tussendoor tetteren van, hu huwehu, ik wil ook even wat zeggen jongens. Weet je, zo ben ik helemaal niet. Maar de verkiezingen komen er toch bijna aan? Mensen weten heel goed waar wij voor staan. Als ik iets zeg, probeer ik het zo te zeggen dat het raak is. Nee, dat college tour debat is niet zo van oh, Van der Plas heeft niets gezegd, dus dan stemmen we ook niet meer op haar. Dat lijkt me een beetje raar.